Hallo, goedemorgen. Goedemiddag. Oh, goedemiddag alweer. Het is dinsdag vandaag en we zijn vandaag een beetje laat van start gekomen. Want we waren een beetje in de nachtbraak allemaal vannacht. Heel warm was het. Bart kwam heel laat pas terug naar de tent en toen werd ik er wakker. En onze supergezellige buren hadden een soort Spaanse kindertv aanstaan tot 00:30 vannacht. Paul naast Yola, haar hoofd. Ze hadden het goede idee om even een dikke TL-balk tot 00:30 aan te houden. Die precies op onze slaapgedeelte van de tent vallen. Ja, super gezellig. Maar Bart, jij hebt er geen last van gehad, hè? Want nou, jij was er niet. Dus niet klaar. Anyway, we zijn nu in Tarragona. Want we gaan gezellig wat Romeinse dingetjes bezoeken vandaag. Onder andere de wachttoren. Bij de wachttoren moet je alleen maar wachten. Alleen maar wachten? Nee, dat is een toren waar ze de wacht hielden. Nou, dat zullen we je straks allemaal wel uitleggen, joh. We will show you and you. Tot zo. We zitten nu in een restaurant. Ja, buiten. En ik heb een haaientand gekregen van Ferdi. Echte haaientand? Jij denkt een tijgerhaaientand. Tijger. Bocadillo. Zo, we zijn eindelijk bij de winkel die continu gezegd werd dat ik daar langs moest gaan. Dus bij deze, aller hop, we gaan even binnen kijken. Dit is echt wat voor Yola, maar ze heeft er al een paar. Nou, dat was een hele leuke winkel. Echt allemaal leuke prullarietjes. Ja, echt heel grappig. Heel grappig, maar we hadden niks nodig. Maar we zijn er geweest. En nu gaan we verder. Angst overwinnen straks. Heel eng trappetje. Die is nou ook leuk. En ik ben al heel kortademig nu. Oké, jullie gaan voor. Ja. Mooi. Schrijf. Ergste vind ik gewoon, ik kijk omhoog en ik zie niks, jongens. Ik wacht wel even op je. Oh yes, komt licht. Ben jij je pap? Yes. Thank you.
Zo, we zijn weer terug bij Allee Hop, omdat Jola graag nog een cadeautje wilde kopen voor een vriendje van de camping. Wat is dat? Waterbomb. Maak je nat en dan kan je het gooien aan het eind. Ja, top, welke kleur wil je? Dit of die? Die zijn leuker denk ik, hè? Die zie je beter. Zo, we zijn weer terug bij de tent. En Bart is eventjes lekker de zee ingedoken met Jola. Er staan hele hoge golven. Dus ja, daar is Bart helemaal fan van. En dan moet hij meteen met surfbordje en met Jola erin. Ik ben heel eventjes aan het editen hier in de voortent. Tussen allemaal benden. Maar ik dacht even een kleine update aan jullie geven over hoe het nu gaat met de zwangerschap. Dat wordt namelijk al een paar keer gevraagd. En ik kan er eigenlijk nog niet zo heel veel over zeggen. Want ik weet nog niet wanneer ik naar de verloskundige ga. Ik weet nog niet eens naar welke. Ik weet dus ook nog niet wanneer ik de eerste echo heb. En gisteren belde ik. Het was al 4 uur. Blijkbaar kan ik dat alleen tot 4 uur doen. En vandaag was ik dus de hele dag in Tarragona. Dus dat heb ik er ook niet aan gedacht. Maar morgen ga ik echt even een afspraak maken voor wanneer we terug zijn. En dan ga ik natuurlijk ook gewoon weer alles vloggen over dat bezoek. En over de echo. En over of alles goed gaat. Maar op dit moment ben ik niet meer... Dat is heel erg misselijk. Ik heb ook bijna geen krampen meer die ik in het begin heel veel heb gehad. Dus ik voel me eigenlijk, dan voel ik wel van alles. Maar ik denk dat het ook gewoon door de hitte hier komt. En in de ochtend ben ik wat moeilijker met dat ik meteen wil eten. En dat is vrij lastig wanneer je in een tent zit zonder eten. Dus vanochtend was ik ook echt even een beetje chagrijnig. Maar dat is eigenlijk het enige wat ik eraan merk. Dus... Nou, goed nieuws nog vooralsnog. Maar verder, ik denk het echte nieuwe euforische gevoel van blijheid. Dat ik dat pas echt krijg wanneer ik echt de eerste echo heb gehad. En zie dat het goed gaat. Ik heb zoveel verhalen ook gehoord dat ik ook wel best wel soms, ondanks dat ik wel geniet ervan, een beetje bang ben. Denk ik. Maar ja, goed. Met Jola had ik dat ook. Toen had ik ook pas na de eerste echo dat ik het echt geloofde. Dus dat is de update tot nu toe. Of ik even meekom naar de zee. De golven zijn heerlijk. Hoe moet ik dit nou weer staan, deze kopjes allemaal? Ik ga niet in de rode vlag. Wat doen jullie in de rode vlag? Er zitten veel mensen in de zee met een rode vlag. Echt? Kom maar mee. Kijk even aan. Ja, echt heel veel mensen. Zelfs een baby zit alleen, hè? Precies. Zelfs een baby met bandjes zit tot aan zijn heupen. Tot aan zijn nek zit hij erin. Dat was zijn heupen. Oké, 10 minuten en dan meteen door naar de douche, hè? Want anders redden we het niet. Ja. Hier hebben we vorig jaar ook heel lekker gegeten, dus dan gaan we nu weer eten. En mijn wensen waren vorige keer uitgekomen. Weet je wat? Ja, wat had je gewenst de vorige keer? Ik had gewenst dat Janne wil bij elkaar blijven en jij en Bart. Oh, schatje. Nou, dat komt sowieso wel goed, die dingen. Ja, volgens mij is het daarheen, ja. Ja. Hola. Hola. Senor van de Berg. Wauw, mooi hè. Wat is dit nou geweest ook weer? Ik denk een graanmolen. Nee, olijfmolen, toch? Olijfmolen. Jola gaat haar hands doen. Ja.
Zo, we hebben echt heerlijk gegeten bij El Troel. Troel. El Troel. El Troel. Heerlijk. Troelala. Jij bent een troelala. Onze mooie tropische troelala ben jij. Wat heb je gehad? Een lolly. Pop, pop. Omdat je zo lief was. Nou, dank jullie wel voor het kijken naar deze vlog van deze dag. En tot morgen maar weer. Tot morgen. En abonneer. Hier beneden. En doei. Duimpje omhoog. Doei. Doei, tot morgen. Slaap lekker. Ja, lekker.